We vergeten het soms, maar elke dag worden we omringd door mooie geluiden. Zoals het gezang van vogels bijvoorbeeld. Jammer genoeg zijn er steeds minder vogels, omdat er voor hen steeds minder groene gebieden zijn om in te leven en hun gezang te laten horen. Gelukkig kunnen we daar samen verandering in brengen. Zoals hier in de Uitkerkse polder in Blankenbergen. Dankzij de steun van de La Perre Foundation zullen de vogels hier meer ruimte krijgen. Dat is mogelijk door een slim aankoopbeleid dat het groene domein zal doen groeien. Zo worden omringende polders aangekocht wanneer een boer ze te koop aanbiedt. Vierkante meter per vierkante meter krijgen talloze vogels zo een groter leefgebied. Meer plaats om te broeden. Meer plaats om hun mooie lied te laten horen. Eén bijzondere bewoner in de polders van Blankenbergen is de nachtegaal. Een klein, onopvallend vogeltje dat we niet vaak zien, omdat hij zich meestal schuilhoudt in dicht struikgewas. Tussen de brandnetels bouwt het vrouwtje haar nestje, waarin ze meestal 4 tot 5 eieren legt. Een bijzonder vogeltje dat we graag willen beschermen. Wat maakt de nachtegaal zo uniek? Luister maar eens. Zijn prachtige lied is de inspiratie voor componisten, schrijvers en dichters van over de hele wereld. Het gezang van de nachtegaal doet ons denken aan vroeger, toen we kind waren. Zou het niet zonde zijn als dit mooie geluid zou verdwijnen? De La Perre Foundation beschermt deze mooie geluiden, zodat u ze altijd kan blijven horen. Met elke gratis hoortest bij La Perre doneert u 1 vierkante meter leefgebied voor de nachtegaal. Kijk en luister op laperrefoundation.be.